Ja, welkom. Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van komende zondag. Want dan speelt NEC je thuis in de Goffert tegen Ajax. Ze waren al een aantal keer dichtbij, maar wordt er nu eindelijk eens een keer gewonnen van Ajax? Nee, klopt. Ja, ik kan alleen spreken voor de afgelopen jaren. Toen zijn we begonnen met een aardige oorwassing, maar we komen steeds dichterbij. Dus als we die lijn doortrekken, dan moet het nu maar een keer gebeuren. Maar uiteindelijk ga je altijd kijken naar... hoe ga je spelen? Hoe speelt de tegenstander? En ja, wat is geweest? Daar heb je niet zoveel over. Maar uiteraard willen we graag van Ajax winnen. Afgelopen zondag zagen we hem eindelijk weer terug op het veld na zijn schouderblessure. Dirk Proper. En dat moet een goed gevoel geven. Ja, zeker. Altijd als je een tijdje eruit bent geweest, dan is het lekker als je weer mag voetballen. Dus daar was ik blij mee. Jullie hadden best wel een goede periode eigenlijk. Het vertrouwen leek er weer. Jullie waren eigenlijk op zoek om wat stabieler te worden. Hoe komt dan zo'n klap tegen Utrecht aan? Ja, dat is natuurlijk vervelend. Wat je zegt, al een paar wedstrijden achter elkaar gewonnen. Je wil het doorzetten. En dan speel je denk ik een hele magere eerste helft. En dat is zonde, want wat je zegt, we willen gewoon stabieler worden. En beter spel op de mat leggen. En daar, ja, dat kwam dan vooral in de eerste helft denk ik niet helemaal voor. En in de tweede helft wel beter. Alleen ik denk dat we dat nog steeds tot grotere kansen uiteindelijk uit moeten spelen. Dus dat is vervelend. Vooral omdat ik niet vond dat Utrecht per se... heel veel beter was. Alleen zij hebben het gewoon professioneel gedaan. En uiteindelijk maken zij de kansen af waar ze dat nodig hebben en wij niet. We weten natuurlijk dat Philip Sandler belangrijk is voor het elftal. Maar hoe belangrijk is hij nou eigenlijk voor Dirk Proper? Ik denk dat Sandler belangrijk is voor iedereen, want het is gewoon een hele goede speler. En die heb je er graag bij. Dus ja, het helpt gewoon wanneer je een speler hebt met zulke kwaliteiten die de ballen tussendoor kan spelen. En dat maakt het voor spelers op het middenveld en voorin ook nog makkelijker. Want je kan wachten totdat die bal komt. En dan kan je er vervolgens weer wat beters mee doen. In plaats van dat je misschien zelf de bal wat meer moet komen halen of wat meer moet komen helpen. Zeg maar. Ja, was dat misschien ook wel in het begin van het seizoen, toen je nog niet geblesseerd was. Misschien ook het lastige voor jou, dat je die ballen meer moest komen halen? Ook wel, denk ik. Kijk, natuurlijk op het moment dat je jezelf moet, als je meer moet helpen, zeg maar, dan ga je misschien net op andere plekken de bal krijgen waar je misschien wat minder gevaarlijk kan worden. Dus ik denk dat wel meespeelt, maar dat heeft niet alleen met Philip te maken. Dat heeft ook met hoe wij speelden op dat moment, dat het sowieso er niet echt lekker uitkwam. En dan de wedstrijd van komende zondag. Ajax is dus de tegenstander. Ja, hoe kijkt trainer Rogier Meijer naar het Ajax van nu? Het is denk ik veel rustiger dan het uiteraard vorig jaar was. Nou, dat heeft ook te maken met de prestaties. En je ziet ook een andere manier van spelen ten opzichte van vorig jaar. Andere trainer die kiest voor andere dingen. Die ook kiest om soms een aantal spelers erbuiten te laten en anderen erin te zetten. Maar uiteindelijk resulteert het wel denk ik in een duidelijkere manier van spelen voor hun. En ook gepaard met resultaten denk ik. Ja, het lijkt me ook lastig als je daartegen speelt dat je niet precies weet wie die nou meeneemt en wie die laat spelen. Ja, kijk, het enige is dat je weet, ze spelen op deze manier. Ze spelen eigenlijk op dezelfde manier altijd. Ja, goed, en of dan Brobby of Weghorst of Akpom in de spits speelt, ja, dat is individueel. En we kennen die spelers goed en onze spelers kennen die spelers ook goed. Dus dat is denk ik niet zo'n probleem. Uiteindelijk ga je ook gewoon kijken van hoe ga je zelf voetballen en wat ga je zelf doen. Dus ik denk niet dat het een heel groot probleem is. Het is lastiger als een ploeg elke keer roleert van systeem. Nou, dat is iets moeilijker om op voor te bereiden. Dan kijken we even naar de selectie, want er waren een aantal spelers deze week afwezig. Hoe staat het ervoor? Ja, klopt. We hebben best wel wat jongens ziek gehad. Een stuk of 3-4 in totaal. Vito is vaardig geworden. Dus we hebben een aantal jongens die niet alles getraind hebben. En ik zei net ook, ja, morgen zullen we kijken hoe iedereen er exact voor staat. We zullen met een elftal moeten beginnen, maar we zullen ook met een elftal moeten eindigen. En daar zullen we onze keuzes op maken. Sandler wel weer gewoon fit? Die heeft wel getraind en daar zullen we morgen naar kijken hoe dat ervoor staat. Hij was een aantal dagen ziek en ook flink ziek. En hij is een van die spelers waar we gaan kijken hoe gaan we dat aanvangen. Ja, Mees Schoenemakers is volgens mij dan nog de enige die nu op dit moment niet getraind heeft? Ja, die heeft wel getraind, maar niet met de groep vandaag wel getraind. Dus die zal morgen aansluiten en Vito zal ook morgen aansluiten. Ja, dan wordt het nogmaals, dan kijken we van oké, wat is verstandig. Je kunt niet met 4 of 5 spelers beginnen die griep gehad hebben, want die zullen denk ik niet de hele wedstrijd volhouden. Dus daar zullen we naar moeten kijken.
Vorige keer zei je, ja, we moeten Dirk, brengen we rustig. Is hij nu klaar voor 90 minuten al? Nou, dat is ook een speler waar we naar kijken. Ik denk dat 90 minuten een hele stap is vanaf een half uur tegen Utrecht. Dus ja, dat is onderdeel van morgen puzzelen en meten en dan gaan we kijken. Rogier Meijer moet de puzzel dus nog gaan leggen voor komende zondag door alle ziektegevallen. En Vito van Krooi die vader is geworden. Dat zal hij morgen gaan doen. Zondag om 16:45. Dan wordt er hier afgetrapt in de Goffert dus tegen Ajax. Kun je er niet bij zijn. RN7 is er live bij. Kun je het op de radio volgen. En wij zijn natuurlijk daarna er met de interviews. En maandag met de podcast. Kortom, graag tot de volgende.